Hallo, mijn naam is Martin en welkom bij Box Music. In mijn handen heb ik de Ibanez Micro GSRM 20B elektrische shortscale basgitaar. En ik ga je in deze video hopelijk overtuigen dat dit misschien een van de betere opties is als je op zoek bent naar een beginners basgitaar voor misschien de wat kleinere speler of gewoon de absolute fan van shortscale bassen. Zonder te veel geld uit te geven, maar wel met alle features die je nodig hebt om mee te beginnen en mee te groeien. Daar gaan we. Omdat dit een instrument is die eigenlijk voornamelijk een beetje gemikt is op de beginnende speler en ook in een prijssegment zit waarbij ik denk van dit zou een fantastische keuze zijn voor zoon of dochtertje lief. Of voor iemand die gewoon wat kleiner van formaat is. Zeker in tegenstelling tot mij, in contrast tot mij, is dit wel een heel klein basgitaartje. En zelfs al ben ik persoonlijk gewend om met de ultra long scales te spelen, dus echt de heel grote lange bassen, speelt deze bijzonder fijn, terwijl short scales eigenlijk over het algemeen buiten mijn comfortzone liggen. Vandaar dat ik deze ook ten sterkste durf aan te raden. In vogelvlucht, wat hebben we erop zitten voordat we daarna gaan luisteren? We hebben een Okume body in een walnut flat finish. Ziet er fantastisch uit, dat geeft een heel smaakvol, stijlvol uiterlijk. En we hebben een hals van Esdorn met een purple heart of een purple heart toets erop zitten waarop 22 frets te vinden zijn. Nou, over de hals gesproken, ik heb het al zojuist benadrukt. Dit is een short scale bas. En zelfs voor een short scale is deze wat aan de kleine kant. Deze komt ook uit de micro-serie van Ibanez. Op deze hals, naast dan het kleinere formaat, die kleinere mensuur, is het fretwerk fantastisch gedaan. Er zitten 22 frets op en zelfs de hoogste frets zijn goed bereikbaar en bespeelbaar, wat ik straks ook zeker zal demonstreren. De frets zijn lekker glad. Ze snijden niet, dus zeker voor de beginner die nog niet een laag en eelt heeft opgebouwd, is het nog een goede reden om de Micro GSR M20B te overwegen. Voordat we natuurlijk de sounds laten horen, wil ik eventjes specificaties even afronden. En dat gaan we eventjes doen door eigenlijk voornamelijk te kijken naar de dynamics elementen die hierin zitten. We hebben een J-stijl en een P-stijl element. Om daarin te duiken, dat is misschien een andere video. Maar voor nu gaan we het gewoon zo houden dat op de halspositie een split coil element zit en aan de brugpositie een single coil element zit. En deze zijn aan te sturen met deze drie potentiometers, of laten we voor nou even zeggen draaiknoppen die hier zitten. En het geheel stuurt je sound aan dat je stuurt naar je versterker. In dit geval speel ik door een PV Max 200 watt basversterker. Die wordt opgenomen met een microfoon die direct bij jullie terecht zal komen, zodat jullie een eerlijk geluid en beeld kunnen krijgen van deze basgitaar. Nou, ik denk dat we genoeg hebben gesproken. We hebben drie knoppen zitten. Eentje is voor de split coil, dat is de voorste. Die erachter is voor het brugelement. En tot slot hebben we een toonregeling. Die toonregeling die gaan we ongeveer halverwege draaien, zodat we een beetje een gemiddeld beeld krijgen van hoe het klinkt. En we gaan beginnen met het halselement, oftewel de split coil. Zonder eigenlijk veel meer woorden daaraan vuil te maken, gaan we eens luisteren naar hoe deze klinkt. Heel ronde sound, heel fijne sound. Eigenlijk wat mij bijzonder opvalt is de push in het laag. De versterker staat absoluut op neutraal, dus eigenlijk alle knoppen staan een beetje in het midden. Dus ik probeer een zo neutraal mogelijk beeld naar jullie weer te geven. Maar zelfs dan is die bas echt enorm pompend, wollig. Het is van die bas die ramen kan laten trillen uiteindelijk. Maakt hem heel fijn voor een heleboel genres. Dus denk van een goede ballad. Tot als je baslijntjes speelt voor hip-hop beats bijvoorbeeld, daar is die low-end, low-end. Als je toch een echte basgitaar speelt, kan bespelen en je maakt zoiets, het geeft het wel een extra meerwaarde. Dus echt gewoon die pompende bas, als je daarna op zoek bent, is de split coil bij deze basgitaar een geweldige keuze. Maar als je wat meer de rockkanten op zou willen bijvoorbeeld, of misschien zelfs metalkanten, of je zou wat slap willen spelen. Ik ben zelf geen slapspeler, maar in ieder geval het fingerstyle werk kan ik heel goed demonstreren, hopelijk aan jullie. Hebben ook nog een enkelspoels element en die zit hier zo aan de brugpositie. Dat is de onderste van de twee. We gaan eens even luisteren hoe die klinkt en deze zal wat meer kletteren en wat meer punchy zijn. Komt ie! Heel
Hele fijne sound. Je merkt omdat het een enkel spoelselement is, die zijn wat gevoeliger voor brom. Maar het heeft ook weer zijn eigen karakteristieke waardes. Dus als je die brom echt per se eruit wil hebben, en daarom maakt hij het ook heel goed voor ballads, is die split coil een goede balans tussen inderdaad je wollige toon en gewoon ruisonderdrukking in het algemeen. Dus als we echt een smerig geluid willen hebben, dan draaien we de toon helemaal open op ons enkel spoelselement. En dan klinkt dat zoals dit. Denk hierbij aan de toevoeging van een leuke overdrive en je bent vertrokken voor de meeste, laten we het zeggen, smerige rock of metal riffs. Kan je fantastisch uit dit hele kleine basje tevoorschijn toveren. En voor het formaat klinkt deze bas echt groots. Ik had zojuist aan het begin van deze video Space Cadet van Kaius gespeeld. Daar laat ik een beetje de hogere tonen zien op de basgitaar of de logere tonen horen op de basgitaar. En dat was met beide elementen open. Met de toon ongeveer halverwege. Maar ik zou het graag nog een keertje kort demonstreren met hetzelfde ongeveer wat ik zojuist speelde. Zodat jullie een compleet en totaal beeld krijgen van deze basgitaar. Dus daar komt hij. We draaien beide elementen open. We geven hem een klein beetje toon, niet alle toon. En we spelen hetzelfde in E. En daarna laat ik nog even horen wat er gebeurt als ik die toon ook eruit draai. En wat opvalt aan de combinatie van beide elementen is dat je eigenlijk het beste krijgt van beide werelden. Je krijgt een beetje die agressieve grit en bite die je hebt met het enkelspoelselement. Maar nog steeds die wollige, ramen trillende, woofy bas, maar op een goede manier, die je krijgt van de split coil. Dus een combinatie van beide kan heel fantastisch werken om een nog meer extra kleur toe te voegen aan je palet. Dat je wat meer wilt opvallen in de mix, dan geef je hem net iets meer van het enkelspoelselement. Als je iets wilt terugzakken in de mix, dus dat je de rest van de band wat meer ruimte wil geven, is het misschien goed om deze een klein beetje terug te draaien. En vanuit daar kan je keuzes gaan maken die jouw muziek beter maken op een tonaal niveau. En dit is ook een bas waar je eigenlijk alles op kan spelen wat de professionele bassen natuurlijk ook kunnen. Dus, ik zou nog eventjes laten horen hoe het klinkt als de toon eruit gaat. En de toon is eigenlijk een beetje de helderheid van je sound. Dus als je een super wollige sound wilt, dan draaien we natuurlijk de single coil waar juist die bite aan zit er helemaal uit. En we draaien de toon eruit en dan klinkt die zo. Dus als je echt op zoek bent om een beetje naar achter in de mix te verdwijnen en een beetje zo'n 808 sound toe te gaan voegen aan de sound van je band, dan kom je hier heel dicht mee in de buurt. En daartussen heb je natuurlijk nog een heleboel, eigenlijk oneindig veel mogelijkheden als het gaat om de klankkleur die je uit deze basgitaar kunt toveren. Maar deze zijn natuurlijk aan jullie om te gaan ontdekken en verkennen. Al met al is het een prachtige basgitaar met een prachtige sound. De look, de walnut flat finish samen met de Purple Heart fretboard geeft het geheel gewoon een heel professionele, degelijke uitstraling. En dat gecombineerd met de sounds en alle andere features die op deze basgitaar te vinden zijn, is het misschien een van de betere, prijsbewuste short-scale basgitaren voor de beginner, maar ook voor de gevorderde speler die op zoek is naar een basgitaar met een rijke, wollige, maar misschien ook kletterende, aanwezige sound, afhankelijk van waar jouw spel je naartoe brengt. Deze basgitaar is natuurlijk te verkrijgen bij Bax Music. Linkje voor deze basgitaar vind je natuurlijk in de beschrijving hieronder deze video. Daar kan je alles nog even op je gemak nalezen. Maar mocht je zeggen van ik wil deze bas toch een keer in het echt proberen, nou dat kan. Je kan naar een van onze winkels toekomen en een van onze collega's aanspreken en hun kunnen ze ervoor zorgen dat deze basgitaar bij jou in je handen verschijnt en misschien samen met een leuke basgitaarversterker, zodat je je eerste stappen kunt gaan maken in de wereld van elektrische basgitaar. Al in al,
Ik hoop dat je hebt genoten van deze video, zoveel als ik heb gedaan om deze te maken. Opnieuw, informatie kan je vinden in de beschrijving hieronder. Mijn naam is Martin en graag zie ik de volgende keer terug bij een nieuwe video. Tot ziens!